Wat is er gebeurd? De stroom is uitgevallen. Daarna zijn de noodaggregaten ingekomen. In de noodaggregaten zijn ook uitgevallen. En toen is koelwater uitgevallen. Dat betekent dat een van de reactoren oververhit is. Er is het noodsysteem in werking gekomen. Dus heeft die stoom afgeblazen. En nu is mijn reactor aan het koelen. Ja, dus er is stoom uitgekomen. Is dat gevaarlijk? Stoom is niet gevaarlijk. Ja, maar ik ruik wel iets. Wat is dat dan? Ik zou het niet weten. Ik ruik niks. Ja. Maar hier is nou toch een gebied afgezet. Dat is uit veiligheidsoverwegingen, denk ik, of niet? Ja, de brandweer om alles te kunnen doen. Ja. Ja. Wat is styreen? Want dat zit erin, hè, precies. Ja, dat is een chemische verbinding. Ja. Waar is die voor nodig? Waar gebruiken die voor? Wij maken die voor om polystyreenkools te maken. Ja. Expandable polystyreenkool waar je piepschuim van maakt. Ja, en dat is een gevaarlijk koetje wat eigenlijk wel daarin moet blijven. Dat is iets wat er al in moet blijven, ja. Ja. Het is nu oververhit en we proberen dit te koelen? Nee, het is al onder controle, het is nog niet meer oververhit. Ja. Is er paniek uitgebroken bij u? Nee. Want ik las maar we hebben gewoon speciale plannen daarvoor, die zijn ook in werking getreden. Iedereen was gelijk buiten. Ja. Nooit de brandweer was op tijd. Ja, ik hoorde dat mensen uit het raam zijn gesprongen. Daar heb ik niets van gehoord. Nee, gelukkig. Er is geen ongeluk gebeurd, helemaal niet. Nee. U staat hier met een gerust hart nu? Ja. Het komt goed? Ja. Hoe kan het dat die noodaggregaten ook uitvallen? Want die zijn er natuurlijk eigenlijk voor om dit soort dingen op te vangen. Ja, dat klopt. Maar die worden elke week getest. Ook een maand geleden was de stroom ook al uitgevallen. Dan zijn ze wel in werking getreden. Waarom op dit moment niet, kan ik op dit moment niet zeggen. Ja. Want dat moet natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Nee. Dat wilt u ook weten? Graag. Ja.